Oké, ben ik weer. Leuk dat je weer kijkt. In de laatste video hebben we Toy Car prototype 1 gemaakt. En in deze video gaan we prototype 2 maken met verbeterde wielbevestiging. Let's go! Voor prototype 2 ga ik dit stuk hout gebruiken. Dat had ik nog liggen. Het is droog en hard, dus dat gaat werken. Qua modelletje voor het prototype zat ik te denken, laten we het actueel houden, we gaan de Cybertruck van Tesla maken. Ik heb de Cybertruck eerst op de computer getekend. Ik heb de verhoudingen naar de wielen aangepast. Ik ga hem aan profiel maken, dus alleen het zijaanzicht. En hier is hij geprint, dus laten we het gaan doen. De outline is in ieder geval klaar en dan gaan we schuren. One down, one to go. Het houtwerk zit erop. Ik ben er tevreden mee. Het is niet zo strak als met hardhout. Maar voor nu is het helemaal goed. En dan gaan we nu verder met de bevestiging voor de wielen. De wielassen zijn klaar en zoals je ziet ben ik van de werkplaats naar binnen verhuisd. Dit heb ik gedaan omdat de volgende stap het verven van het hout is. En in de werkplaats is de luchtvochtigheid momenteel nogal hoog en de temperatuur laag.
Dus ik verf liever binnen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik jullie dit laten zien. Naast deze Cybertruck ben ik off-camera aan een tweede Cybertruck begonnen. En waarom? Omdat ik bij Cybertruck 1 de wielen in verhouding tot de body toch net wat aan de kleine kant vind. Dus heb ik voor Cybertruck 2 grotere wielen. De assen heb ik ook al gedraaid. En het komt er dan om en nabij zo uit te zien. Dus Cybertruck 2 kan ook direct geverfd worden. Laten we het gaan doen. Ik ben voor deze two-tone gegaan, Jaws Grey, Navy Blue. En deze matchen niet met de echte Cybertruck, maar dat hoeft ook niet, want dit wordt mijn Cybertruck. De twee Cybertrucks zijn geverfd en geolied en dan kunnen nu de wielen eronder. Het is tijd voor de roundup van dit project. Ik ben dit project gestart om voor deze wielen een nieuwe wielbevestiging te maken. Nou, dat is goed gelukt. En het project is uitgegroeid tot een tweede auto met een volledig andere wielbevestiging. Dat gaf me de gelegenheid om gebruik te maken van mijn nieuwe mini-draaibank. Dus daar heb ik goed mee kunnen oefenen. Dus overal denk ik dat de prototypes voor de wielbevestigingen een succes is. En de auto's zien er ook nog eens tof uit. Nou, dank voor het kijken. Vond je deze video leuk? Nou, abonneer dan even op mijn kanaal. En dan zie ik je bij een volgende video.